Goedemiddag. Hey, hallo. Hoi, hoi. De groetjes aan Jay en Leefie. Dank je. Ja, veel plezier nog en een fijn Sinterklaasfeest. Dank jullie wel. Ja. Doei. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Wij zijn nu bij de gastouder aan het wachten. Want we gaan Leefje ophalen. En dan gaan wij door naar Centerparks, de Hutteheugde. Wij gaan naar het weekend heen met Joyce en Davy. Maar de jongens die weten dus nog van niks. Kijk, daar wachten ze hoor. Ze gaan even Leefje ophalen. Hallo jongens. Hoi. Wat gaan we doen? Oh, is dat zo? Bij wie dan? Geen idee, hè? Nee. We gaan naar de verrassing, hè? Ja. Zin in? Ja. Leef je ook? Jaden, wat vind je ervan? Leuk. Ja? Leefje, vind je het ook leuk? Ja? Kijk eens. Sinterklaas, vindt u het goed als ik vandaag daar ga staan? Ja. Ja? Oh, helemaal goed. Ik kom nog net ertussendoor. Die is nog leeg. Wil jij die voor mij vasthouden, Sinterklaas? Ja, Sinterklaas, we hebben een hele drukke ochtend gehad. We hebben namelijk al heel veel kringetjes bijgemaakt met lekkere pepernoten. Oh, kijk eens. Zal ik hier in het zakje doen? Dan moet je ze nog in je handje vasthouden. Ja. Oh. Dank u wel, Piet. Graag gedaan, jongens. Hartstikke goed. Sinterklaas, zie ik u later vandaag nog even? Ja hoor, ja? Komt ja, helemaal goed. Komt helemaal goed. Tot dan. Doei. Zo, dat was een goed begin. Zo, Cindy is voor morgen nog een verrassing aan het regelen. Maar dat zien jullie iets verderop in de video, wat het precies gaat zijn. Eén ding is zeker, dat wordt heel leuk, denk ik. En we zijn bij de cottage nummer 401. Het is een zespersoons comfort cottage. Dus, we hebben ons al een beetje geïnstalleerd. Hey Jay? Zit al goed. Kijk, en als je binnenkomt hebben we hier een kamer. Mooi. Hi Leef. Een keukentje. Zo, nog een slaapkamer. Hier een badkamertje. Ja, goed netjes. We waren ons helemaal terug in de jaren 80, 90, zeg maar. En Sin is al meteen bezig met het bed op te maken. Goed bezig, Sin. Hé, hey, en daar zitten we dan. Liggen we. De jongens die zijn Sinterklaasfeest aan het kijken, hè, jongens? Hé, hey, Levi. Vind je het leuk hier? Levi is dus nog nooit in Centerparks geweest. Het is de eerste keer hier. Dat is leuk. Het huisje is goed gekeurd. Je hebt het net al even kunnen zien. En Sin is nu heel eventjes wat boodschappen aan het doen. Wil je wat drinken en wat eten halen? Ja! Ja. Dus heerlijk avondje. Wat zie je daar? Hoor je iets? Zit het met zwarte val? Wat zie je? Doe mijn deur open. Kom maar, deur openmaken. Hallo. Ah, dat is welkom, goed. We zijn er
eindelijk! Ja! Geweldig! Ja, die kwamen jullie vanmiddag ook al even tegen, hè? Ja! Ja, hartstikke goed. Heb je nou een cadeautje gekregen van Sinterklaas? Nee. Nog niet? Nou, dan heb ik het eerste cadeautje voor jullie hier. Die mogen jullie samen delen. De Sint heeft namelijk besloten dat ieder kindje, of iedere bungalow met alle kindjes, die mogen voor een tientje mogen ze bij ons gaan een cadeautje uitzoeken. Oh, wat leuk! Krijgen jullie van ons voor in de winkeltjes. Wat zeg je dan? Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En we maken het nog even gezellig. Zo, de jongens die liggen op bed. En nu wachten wij op Joyce en Davy, want die komen dus ook zo. Die zijn iets verlaat, maar die zijn nu onderweg. En dan kan het weekend echt beginnen. Goedemorgen allemaal. Zoals jullie hebben gezien, hebben we vanochtend broodjes gehaald. We hebben lekker gegeten. En nu zijn de jongens bezig met kleien. Vandaag is 5 december, de verjaardag van Sinterklaas. Hiep de piep, hoera. En Cindy is lekker bezig. Die zal aan het versieren. Zo, goed shot. Goed, hè? Ja. En heel veel zin in vandaag. We gaan leuke dingen doen. En jullie gaan het gewoon allemaal zien. Jongens, is het leuk op vakantie hier? Ja. Ja, wat vinden jullie het leukste? De speeltuin en het autorijden. Ja, wat vond jij het leukste, Levi? Autorijden. Oh. Dat vond ik
Yeah. Maar dan moet ik ook zo'n hoed hebben. Oh ja, nou we... Nou, dat gaan we vaker doen, hè? Ja. Oh, dat is leuk, hè? Oh, dat is ook leuk. Ja. Goed foutetje. Zou Sinterklaas thuis zijn, denk je? Ja. Waar woont hij dan? Waar woont hij nu? Daar? Oh ja, daar, hè? En ik vind het nog wel een beetje spannend om een cadeautje te uitkiezen. Ja, maar dat gaan we morgen doen, hè? Ja. Davy en Jaden! Volgens mij mogen jullie bij Sinterklaas komen. Nou, kom eens even, wat zie je er prachtig uit. Was het leuk bij Sinterklaas? Wauw, wat mooi. Lukt dat, mama? Was het leuk? Papa! Ja, heb je gedragen? Huh? Heb je je gedragen? Ja. Goed zo. Nog even een. Waar is het mesje? Jay. Heb je alleen maar aan de tafel? Jay, kijk eens wat we hebben gevonden. Wat is dat? Hé, hey, wat heeft Sinterklaas gedaan toen wij daar waren? Ja! Dat was volgens mij een afleesmanoeuvre. Dat denk ik ook. Komt het is al open. Ho! 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 Wat is dat? Wow! Project valt heel op de heuvel. Kijk! Wow! Wat is dat? Wow! Hamburgertent. Wat is dat, Jay? Wow. 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 Daar nog één. Ja. Wow. Pak maar. Wat is het? Cool, En nu gaan we eten. Yes. Dave, wat ben je aan het doen? Alternatief broodmes. Je bent brood aan het vermoorden. Met mes dat niet snijdt. Wat aan. Zo. Goedenavond. Goedenavond. Sin, uitgelachen. We hebben ook kreus gekregen. Ja. Ja. Toch wel. Ja. Daar. Mm-hmm. En wie gaat beginnen? Gewoon degene die bovenop ligt? Goed. Sin? Mee eens? Ja, mee eens. Oké, okay. Ja, mee eens? Prima. Nou, Joyce. Kijk maar, wie dichter. Jij zit het dichtst bij de tas. Van wie is die? Joyce. Oh. Lieve Joyce. Sint en Piet zijn alweer een tijdje in Nederland. In de winkels en online shops zijn ze weer de beste klant. Om speciaal voor jou dit cadeau in Centerparks te bezorgen, was het eerst een tijdje in het paleis opgeborgen. Sinterklaas zat even een tijdje op de pot. Niemand kon erin, de deur zat op slot. Daar heeft hij in een poep en een scheet dit geweldige gedicht voor je in elkaar gekneed. Je bent soms veel te lief, vinden Sint en Piet. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je bent geweldig zoals je bent en niet voor niets zo geliefd bij iedereen die je kent. Disney neem je wel heel serieus, ik ga ervoor, is dan ook jouw leus. Als je niet uitkijkt, kom je nog eens op het journaal.
En roep je familie, Joyce, doe toch eens normaal. Doe ze al. Doe ze toch al. Maar ja, ach, wat jammer nou. We komen aan het eind van dit gerijm. Sint en Piet houden wel van dichten, maar met hier en daar wat geslaagd. Veel plezier van je cadeaus. Goed, Sint en Piet. Dag. Dat is heel handig. Je mag niet van mij. Nee, daar heb ik geen probleem mee. Het is een beetje een lange loop. Kijk. Oh ja, nou. Oh, ik ga lam aan, jongens. Beste Cindy, ook voor jou is de Sint met zijn Pieten dit jaar op zoek gegaan. Helaas door corona hebben we dit een jaar, werd het dit jaar niet veel met een achtbaan. Volgend jaar ga je wel een fijne missie, vaker op weg naar de vriendjes van Disney. Wat vaker naar Parijs op bezoek, maar bijvoorbeeld ook naar bijvoorbeeld Lilo en Stitch. En dan weer wat minder thuis in de hoek, spelletjes met een Nintendo Switch. Maar weer gezellig samen met Justin en de kids gaan vloggen en op de wifi van Disneyland in gaan loggen. Ja. Ook waren er dit jaar niet veel reisjes naar een ander attractiepark, maar de Sint zocht en vond dit jaar voor jou gelukkig wel... in Centerparks. Jullie verblijven daar nu gezellig in een vakantiehuisje. En jullie zijn met de familie die ook houden van dat kleine muisje. Het is dan ook een heel raar jaar, dat is helaas ook wel waar. Vandaar dat de Sint nu ook moet berichten dat hij niet zo goed is in deze gedichten. De Sint zat tijdens dit gedicht een beetje zijn gedachten uit te pluizen. Hij vernam dat jullie graag nog eens wilden gaan verhuizen. Want nu zitten jullie hoog boven op de vierde verdieping. Maar jullie zoeken wat meer een verdere verdieping. Jullie reizen nu vaak ook nog eens op en neer. Voor Jaden en Levi met buiten... wat meer ruimte bij je ouders in Boxmeer. Nu zitten jullie mogelijk in Deventer naar een grotere woning. Dat is ook wat fijner. Minder trappen en een verdiende beloning. Daar is ook meer ruimte voor nog meer Mickey en Lego. Dat is dan straks ook weer een gepuzzel en een heel strategel. De Sint hoorde overigens ook al van je gezin niet veel gemopper. En op je werk ben je daarnaast ook nog eens een topper. Daar word je ook nog eens gezien en gewaardeerd. En mogelijk ook nog... een met ook nog eens met een betere functie geactiveerd. Schietje Sint. Blijf dus ook genieten van deze kleine dingen in het leven. Vandaar dit cadeau waar je vast ook veel plezier aan zult beleven. Daarbij hoort op pakjesavond natuurlijk een leuk cadeau. Het is niet groot, maar het heeft de naam van een Funko. De Sint vroeg zich af wat dat nu weer was. Hij zocht en hij zocht in zijn grote zak en tas. Maar kon het nergens vinden. Dus moest hij dit snel vragen aan zijn... Wie zal de Sint zijn? Zoals je ziet, komt dit niet echt tot een rijm. En stopt de Sint, anders weet iedereen dit geheim. Hij wil het lot nu ook niet langer tarten. Hij wens je een mooi jaar toe van ganse hart. Zo. Hoppakee. Wel een mooi gedicht. Ik vind het een mooi gedicht. Lieve Justin, het afgelopen jaar stond in het teken van COVID-19. Voor veel mensen was het moeilijk om lichtpuntjes te zien. Gelukkig dat jij kijkt wat binnen de maatregelen de opties zijn. Dat jij ervoor kiest om nu in Centerparks met familie te zijn, vindt de Sint heel fijn. Thuiswerken is het nieuwe normaal, dus kroop ik achter de laptop. Om alle cadeautjes te shoppen bij een bekende webshop. We zijn op zoek gegaan naar een cadeau waarbij je tot rust kan komen. Geloof ons, de rust zal hiermee in rap tempo toestromen. Wat kan je nog voor dingen op 1,5 meter afstand? Via de Switch bouwen aan je eigen eiland? Een mooi boek zou ook wel iets voor jou zijn. Lang uit op de bank met een goed stuk marsepein. De Sint heeft zijn best gedaan om dit cadeau te vinden. We hopen dan ook dat je het zal verslinden. Geniet maar van deze fijne feestdagen. Maar beloof me wel, Davy met 30 seconds niet meer zo te plagen. Lief Sint en Piet. Moet even een... Hou je buik. Uw gedicht. Ga eens even kijken. Duidelijk voorlezen. Jazeker. Oh, die is mooi geprint. Ja. Die is mooi van Sint en van Piet. Even laten kijken natuurlijk, hè? Ja. Ik zie een mooie Limburgse vlak erop. Ja, nee, precies. Goed voorlezen. Duidelijk zeker, articuleren. Zeker. Beste Davy, alweer een jaar voorbij gevlogen. Leuk. Iets leuk. Beste Davy, alweer een jaar voorbij gevlogen. Een best raar jaar op zich. Heel veel foto's en filmpjes rieker. Top voor een verzamelaar wie dicht. Vanuit het zuiden van Nederland naar het stads Almere gekomen. Speciaal voor het meisje dat ik zo gelukkig maak. besticht een nieuw leven begonnen.
Vrolijkheid en gezelligheid zijn zich beide niet onbekend. Altijd steeds zich veranderen kloor. De Sint vindt zich dan ook in een goeie vent. Een groot en passend cadeau vingen wordt dan ook geen makkelijke taak. Stad en land wordt afgezocht. De Sint ging van zaak naar zaak. Maar zou het Sint dan toch geluk zijn? Weer geluk? Zijn de Pieten helpen hem daarbij. Helpen hem hopen. Lik het gedicht noemen dan ook maar weg. En maak het tekstje maar snel open. Sint en Piet. Leuk. Heb je ooit een gedicht in het Limburgs gehad? Nee, dat is echt een primeur. Die moet in de lijst. Niemand kan zien wat je hebt. We gaan nu door naar de spelletjes. En het spel van nu is Wie is de Mol? Wie gaat dan is weg voor de Mol? Eens? Ja, klopt. Dus ik laat deze erboven. Ja? Dus nee. Gewoon. Ja. Gaan we met de Mol. Ja. We hebben nog een andere. Heb je die? Ja, dat zat in knalpot. Knalpot komt hier te staan, jongens. Hallo allemaal. Hallo. Wij zijn net thuis. Het was net alweer een uurtje volgens mij. Ja. Ja, we hebben echt een superleuk weekend gehad in Center Parcs. Ja. We waren dus in de hut heugde. En Sinterklaas hier in Center Parcs is echt aanraden. Heel tof. En kunnen we iedereen aanraden. Wij zijn van plan om het volgend jaar weer zo te vieren. Ja. Weer met Davy en Joyce, als zij dat ook leuk vinden. Gaan we ze nog vragen. Maar wij gaan nu verder met onze andere hobby, Lego. Het cadeautje wat wij van Sinterklaas hebben gekregen. Mm-hmm. Dus wij sluiten bij deze vlog af. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Ja, ik hoop dat jullie het weer een keer leuk vonden. Ja. En we zien jullie graag met de feestdagen weer terug. Dus tot dan. Doei. Doei.